Want er zijn hele acute problemen in de sociale advocatuur. Steeds meer sociale advocaten hangen hun togen aan de wilgen. Het is steeds moeilijker om jonge talenten te vinden voor de sociale advocatuur, omdat de werkdruk te hoog is en de vergoedingen te laag. En dan stoort het me als ik de minister die problemen niet zie erkennen in de media. Daar begint het eigenlijk mee, want je zult eerst de problemen moeten erkennen voordat je aan een oplossing kunt gaan werken. Als ik dan bijvoorbeeld, ik zal niet alle publieke optredens van deze minister gaan recenseren, maar als ik dan bijvoorbeeld het interview vanochtend weer lees in de Volkskrant. En de minister zegt daarin, ja, ik ben niet getrouwd met Van der Meer. Ja, dat mag zo zijn, maar blijkbaar is deze minister ook niet getrouwd met de rechtsstaat. Is deze minister ook niet getrouwd met de toegang tot het recht. En dat baart mij zorgen. En dat zijn grote woorden. Deze minister weet ook dat ik die niet zomaar in de mond neem, maar ik zeg het wel heel bewust. Ik wil dat hij je straks onomwonden uitspreekt, ja, ik sta voor de toegang tot het recht voor iedereen. Ook voor mensen met een kleinere beurs. En tegen mijn rechtse vrienden hier zeg ik, het gaat niet alleen over mensen met een kleine beurs. Want ik weet dat niet iedereen daar evenveel mee heeft als mijn partij. Maar het gaat ook gewoon om hardwerkende Nederlanders die bijvoorbeeld hun salaris niet uitbetaald hebben gekregen. En die soms rechtsbijstand nodig hebben om te krijgen waar ze recht op hebben. Het gaat ook om slachtoffers in zedenmisdrijven die willen dat hun verhaal gehoord wordt in de rechtszaal. En die daar rechtsbijstand bij nodig hebben. Maar het gaat zeker ook, en dat is ook een hele belangrijke groep voor mijn fractie, voor GroenLinks. Het gaat zeker ook om die zwangere vrouw die onterecht ontslagen is. En die moet gaan procederen tegen haar werkgever. En ik vind het echt belangrijk dat de minister erkent hoe fundamenteel die gesubsidieerde rechtsbijstand is voor de toegang tot het recht.